Dit Indonesische volk dat zoveel mankracht heeft, dat zo rijk is, dat zo'n strategische ligging heeft, strategisch politisch, strategisch geografisch, strategisch economisch, strategisch cultureel. We staan hier daar op een viersprong, kruispunt van wegen tussen Azië en Australië, tussen de Pacific Oceaan en de Indonesische Oceaan, daar zitten we. En we zijn dankbaar dat dit volk, deze natie, weer vrij is, een eigen staat heeft en een woordje te zeggen heeft in het wereldbestel.